Dan kom ik al vast aan. Nee, dat is de macht over de microfoon, hè? Burgemeester Eurlings, ja, dat is de laatste keer waarschijnlijk dat ik u zo aanspreek, hè? Ik denk het wel. Vandaag is de laatste werkdag hier in dit prachtige stadhuis. En ja, je ziet, je hoort ook volop lawaai, er wordt ook heel hard gewerkt. Volgende week is die waterboulevard klaar. En dan hebben we... Moet die klaar zijn, hè? Ja, en dan hebben we ook een hele mooie stap gezet. Noem dat heel mooi, de rehabilitatie van die binnenstad. Hoe kijkt u eigenlijk terug op uw tijd hier? 6,5 maand, hè, in Almelo? Ik kijk erop terug met aan de ene kant ongelooflijk veel plezier. Ik vind het werk als burgemeester nou eenmaal hartstikke leuk. Heel boeiend, heel interessant. Het was ook wel vrij pittig, want er is veel aan de hand in Almelo. Er moet ook een samenleving, een stad die werkt aan zijn toekomst, moet bezig zijn, moet perspectieven zoeken. En dit is hier een voorbeeld van, dat stadhuis, die waterboulevard. Daarmee laten we zien van, Almelo, wees trots op jezelf. En er staat daar die grote hoofdletter A. En nou, daar heb ik een beetje de kreet, die heb ik een beetje gestolen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan zeg ik Almelo met een hoofdletter A. Wij proberen dat eens in je hoofd te krijgen. Probeer dat erin te houden. We hebben wel eens de neiging om een beetje in onze schulp te kruipen. Maar dan denk ik van, hup, ga recht staan. Je hebt een heleboel in handen. Zowel in je stad als in je woonwijken. Als in het voorzieningenniveau. Almelo heeft gewoon alles. Zegt iemand die eigenlijk van buiten Almelo komt. Ja, dat is natuurlijk ook het voordeel van als je van buiten komt. Dat je dan ook een beetje van buiten naar binnen kijkt. En als ik dan van buiten naar binnen kijk, dan denk ik Almeloers, je hebt heel veel reden om trots te zijn op je stad. En natuurlijk, er moet heel veel gebeuren. En dat is maar goed ook, want als er niks meer hoeft te gebeuren, dan leven we in een museum. Dus er gebeurt heel veel. En het geldt niet alleen voor de stad, maar dat geldt ook voor het verenigingsleven, voor het voorzieningenniveau, voor half 88, voor het theaterhotel, voor de sportvoorzieningen, de ISPA, noem het allemaal maar op. We hebben hier een heleboel voorzieningen waarin die samenleving goed kan gedijen. En uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om of de mensen die hier wonen, van welke kleur of afkomst dan ook, hier kunnen samenleven. Tot slot, wat gaat u doen nou? Hè? Want u hebt nog niks meer te doen, hè? Nou, ik heb nog een aantal kleine klussen, die blijf ik gewoon doen. Ik zit een raad van commissarissen voor van een grote woningbouwvereniging in Drenthe. Ik doe wat landinrichtingscommissies, wat overlegorganen rond het vliegveld. Dat blijf ik doen. Maar ik word 65. En ik vind dat als je 65 bent, je ook van jezelf moet weten. Doe nou maar eens een stap terug. Almelo kwam voor mij redelijk onverwacht. Ik noem het maar een hele onverwachte meevaller. Dit nog 6,5 maand te hebben mogen en kunnen doen. Nou ja, sommige mensen zeggen ook, ik stort me in de familie. Ja, dat heb ik nooit nagelaten. Wij zijn sinds een jaar opa en oma. Dus dat is al heel leuk. En de tweede komt eraan. Rond 1 juli komt er weer zo'n klein wurm. En dat is gewoon ontzettend leuk. En ze wonen in Groningen. Dus dat is niet zo heel ver weg. En dat is ook heel leuk om daarmee bezig te zijn. Om dat te zien hoe je kinderen ook weer groot worden, ook weer een plekje in die samenleving moeten vinden. Ik blijf het allemaal hartstikke boeiend vinden. Hebt u nog een wens voor Almelo? Ja, dan sluit ik even aan. Letterlijk en figuurlijk, Almelo, maak je hoofdletter A waard. Dank u wel, burgemeester Eurlings. Dank u wel.